Mijn naam is Tobias en ik ben een greffer. Ik begon eigenlijk gewoon bij slaapkamers van kinderen. Die wilden dan hun naam graag op de muur hebben. En op die manier ben ik eigenlijk een beetje door gaan groeien. En nu ben ik bij bedrijven bezig, jongereninstellingen, maar ook voor gemeenten, bij scholen. Ik geef ook workshops voor kinderen en zo. En ook voor volwassenen natuurlijk. Dus het is echt wel uitgegroeid van een slaapkamer naar echt eigenlijk alles wat je kan bedenken. Juist die veelzijdigheid en die gelaagdheid die ik in hem terugzie als persoon, zie ik ook in zijn kunst. En dat trekt mij heel erg aan. Who run this mother? Dat ben ik. Zeker. Zij kwam met het idee met de tekst aan. En ze zei van, nou kan jij daar iets een leuk kunstwerk mee gaan maken? En ik ben gewoon lekker aan de slag gegaan. En ik heb gewoon lekkere kleuren gemixt met elkaar. Je ziet hier een hele strakke, gelijnde vierkantjes zo in elkaar overlopen. En hier is het gewoon een dikke chaos eigenlijk meer. En dat laat een beetje zien dat je eigenlijk veelzijdig kan nadenken over bepaalde dingen. Op de basisschool had je een soort werkstuk dat je kon kiezen. En dan mocht je graffiti gaan tekenen. Daar heb ik dus echt heel veel schetsen in gemaakt. En ben ik heel veel YouTube-video's gaan kijken. Jammer genoeg ben ik daar de hele tijd mee gestopt. Het is een beetje verwaterd. En toen zat ik hier op de bank en ik kwam zo'n video weer tegen. En ik zei tegen mijn moeder, ik wil spuibussen bestellen. Maar zij was de hele tijd zo van, ja, nou, doe maar niet, want het is zonde van je geld. En het is toch maar voor één keer. En toen ging hij aantonen dat het niet zomaar een bevlieging was. En dat hij er eigenlijk heel goed in was. Maar dan was het ook zo dat ik hier met vrienden ging zitten en dat ik zei tegen hen van ja, zet even je tag op mijn deur. Dus dat het een soort van, ja, wall of fame wordt, weet je wel. Voor mij is het echt begonnen bij de skatebaan in de stad, Zilverpark. En daar heb ik echt heel veel graffiti gespoten. Ja, er is dus iemand over mij heen gegaan en ik had dus hier een oude pier staan. Dus we moeten die plek wel even terugpakken. Ik probeer mijn rebelse tijd een beetje eigenlijk meer op de skatebaan te houden, niet meer op straat en zo. We staan nu voor de Babo's, daar heb ik de bovenkant heb ik daar gespoten. En nou, het is een restaurant natuurlijk, dus allemaal lekkere etenswaren die zij verkopen, die heb ik allemaal opgezet. Zodat het lekker duidelijk wordt en het heeft een leuke image gekregen en mensen zijn er heel blij mee. Voor mij is het echt wel een therapie eigenlijk. Ik probeer ook echt mijn emotie en mijn gevoelens eigenlijk echt in een kunstwerk te maken op de muur. Iedereen wil heel graag authentiek zijn. En dat is een oerverlangen en dat faciliteert hij heel erg goed. En dat het niet voor iedereen is weggelegd, is maar goed ook. Want anders zou iedereen weer hetzelfde zijn. Dus ik geloof wel dat het voor bepaalde mensen is weggelegd. Zeker. Ja, voor de paradijsvogels denk ik. Ja, en dat durft niet iedereen en ook dat is goed. Voor mijn ouders heb ik heel veel dingen gemaakt. Ze zijn altijd heel erg stimulerend geweest voor mij in mijn graffiti. En dus voor moederdag of voor vaderdag of voor de verjaardagen heb ik altijd wel echt leuke werken gemaakt voor hun. Graffiti zie je altijd op straat en nooit eigenlijk echt in de woonkamer. Dus daardoor heb ik dit eigenlijk gedaan. Ik ben er heel blij mee geworden. Mijn ouders zijn er ook heel blij mee geworden. En hij hangt er echt al een tijdje. Ik denk een jaartje of zo hangt hij hier. Door het zwarte en het witte wat er al op zat, dacht ik van nou ja, dat vind ik een beetje zwart-wit denken. Dus ik dacht van ik ga gewoon pure chaos eigenlijk opgooien. Pure uniekheid. En ervoor zorgen dat niemand deze tas heeft. En dat het eigenlijk gewoon elke keer dat je hem ziet, dat je denkt van wauw, wat vet. En dat je gewoon, ja, je ziet heel klein mijn eigen graffiti tag, mijn eigen graffiti naam hierin terugkomen. Maar ik snap dat je niet dat je een artiestennaam hebt. Ik snap dat je niet zijn eigen naam daarvoor gebruikt. En ik denk dat het heel erg ook wel kloppend is, hè? Tobias is heel erg simplistisch met wat hij maakt. Het gaat er mij echt om dat als jij iets moois wil maken met de spuibus, kan dat. En je
je vertegenwoordigt jezelf eigenlijk echt op een muur. En ik vind dat heel mooi om te zien dat gewoon iemand met een spuibus iets kan maken. En dat probeer ik ook heel erg te motiveren en te stimuleren als ik bezig ben met workshops of met andere crafters. Ooit hoop ik ook dat mijn piece op zo'n grote muur staat.